Renault Antwerpen. De auto's van de Stad. Het was al duidelijk dat er afpersers aan het werk waren in de buurt van de grote markt. Maar nu worden er ook meer vechtpartijen geteld. En in een café werd ook onlangs een vuurwapen bovengehaald. De overlast daar stijgt dus. Op uitnodiging van de stad zaten politie en horeca-uitbaters vandaag hierover samen. De laatste hadden enkele bezorgdheden. We zijn zeker niet tegen de nachtwinkels. Tegen, maar de deloyale concurrentie komt eruit voort dat er heel veel mensen met, met blikken bier en flessen wijn. en weet ik veel allemaal. hier in de historische stad maar liggen rond te lopen. En dat willen we eigenlijk niet. Dus daar zouden we graag een oplossing voor hebben. want... Ja, het is niet plezant als die naar de bocht van de Schelde gaan barbecuen, nemen kaffee mee. mij of weet ik veel. Dat doe ik zelf ook, dat doet ieder normaal mens. Maar hier in de historische stad, tussen de terrassen en de cafés, ik vind dat ze daar iets moeten aan doen. De politie zet al een extra patrouille in, te voet. Volgens de handelaars is dat enkel tijdens de zomermaanden. Al hopen ze wel op meer inzet. In het verhaal van de handelaarsvereniging natuurlijk dat ik dat vraag. Van ja, het is allemaal wel goed en wel dat je dat in juli en augustus doet. Maar wij, wij zouden natuurlijk veel liever een heel jaar zien. In de winter is het vroeger donker en dan willen wij ook veel volk en dan zijn er natuurlijk ook kleine problemen of grotere. Dus het zou toch wel beter zijn om alleen te patrouilleren dat er dan ook zo van die patrouilles rondlopen te voet. Die zien alles veel beter, die spelen korter op de bal. Dus de vraag is gesteld. We zullen zien dat de stad er nog een beetje centjes voor open heeft. Na het overleg wil stad en politie bekijken welke gepaste maatregelen ze kunnen nemen om de overlast daar aan te pakken.